Vijf scholen in het resort Kouarasan worden voorzien van schoolvoeding. Dit heeft het waarnemend hoofdbureau vroegschoolse educatie, tevens coördinator van de werkgroep Schoolfeeding Project, Tricia Blanca, bekendgemaakt. Het gaat hierbij om een proefproject dat uitgevoerd wordt in samenwerking met een soortgelijke Braziliaanse organisatie. Het ligt in de bedoeling dat deze scholen worden voorzien van een eigen keuken. Zodoende kan de school zelfvoorzienend zijn als het gaat om ontbijt en lunch tijdens schooltijd. De vijf scholen waar het om gaat zijn de OS Sunny Point 1 en 2, OS Kouarasan 1 en 2 en VOJ Kouarasan. Onlangs heeft een delegatie uit Brazilië een bezoek gebracht aan Suriname om met onze eigen voedseldeskundigen na te gaan hoe het project uitgevoerd zal worden. De scholen zullen voorzien worden van gezonde groentesoorten. Tijdens de pilot, die ruim 2 jaren duurt, zal ook worden gekeken naar mogelijkheden om te starten met schooltuinen. Naast het zorgen voor gezonde voeding zal geprobeerd worden de jongeren een gezonde levensstijl bij te brengen.